En dan de laatste van vandaag, en dat is geen makkelijke koers. De volgende koers, 16 november prijs, maar Davy Boko staat erin. En Davy Boko maakte de laatste keer de verwachtingen meer dan waar. Won sterk en liet die dag Dream Well achter zich. En dat scenario zou wel weer plaats kunnen vinden. Avenue Transair en Cindy Wieliga, twee paarden die voor de kop zullen strijden. En dat zou ze op kunnen gaan breken. Weten ze echter iets te bedenken, waardoor de een de kop neemt en de ander erachter komt te liggen, dan zijn er goede mogelijkheden. Maar Joyful Angel staat er ook nog in. En ook dat is een paard om zeer, zeer rekening mee te houden. Het koersverloop zal hier bepalend zijn, maar ik heb een gevoel dat er overpace gaat komen. En dat er een tweetal paarden overheen vliegen in de laatste ronde. En dat zijn de 8, de 6, de 1 en dan de 4 of de 5. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. 16 november, dan koersen we weer hier op de baan van Alkmaar. En de deelnemers aan deze 16 november prijs stellen zich op dit moment op achter de startauto. Twee favorieten, nummers 6 Dreamwell en 8 Davy Boko. De laatste keer was Davy de sterkste. Nu heeft u hoge verwachtingen van Dreamwell. Die is nipt favoriet, €2,50 tegen €2,80. Behoed, meer kapers op de kust. Cindy Wieninga, Avenue Transair, Joyful Angel, Saas Wenselens. Goede paarden die het mogelijk de favorieten moeilijk gaan maken. Open koers in mijn optiek, paarden op circa 100 meter van het startpunt. Bocht uit, 50 meter nog. En de start is gevallen, paarden onderweg, superstart voor Zazu Enselens, buitenzijde ook voor paard nummer 4. En dat is Avenue Transair en die neemt de leiding, galopade voor Janko BD. Cindy Wieling aan de buitenzijde, die komt naar voren. En Davy Boko zit achter de thans foutieve Janko BD. Maar Ton Kooijman die gunt John Dekker zijn paard in veilige haven brengen. Zo gaan de deelnemers dan op weg naar einde overzijde. Waarbij de strijd om de leiding gewonnen leek te worden door paard nummer 4 Avenue Transair uit. Paard nummer 3 galop. Vandaag in absolute topvorm en misschien dat Avenue Transair daar ook wel een voorbeeld van gaat worden. Van kop af natuurlijk wel op zijn best, de 8-jarige Buffetier de Nouzoon. Maar die krijgt een aanval al van de derbywinnaar. En dan kan je eigenlijk maar één ding doen. Laat die maar gaan. Davy Boko, dat is de nieuwe koploper als we afkomen op de rechte lijn. Met nog twee volledige rondes te gaan. Davy Boko, Avenue Transair, Zazu Enselens en Cindy Wieninga. Dan Dreamwell met het kruid kurkdroog. En achter Dreamwell hebben we dan aan de buitenzijde Paycheck. En dat wordt de ideale gangmaker mogelijkerwijs voor Michel Rotengatter. Die ook nog met het kruid droog daarachter zit. Achter paard nummer 1, Joyful Angel. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan. Zijn daar gevorderd tot ongeveer halverwege. En Davy Boko die dicteert een hoog tempo. Getuigen het feit dat alle paarden achter elkaar koersen. Davy Boko komt zo dadelijk de rechte lijn voor de tribune als koploper in. Dat kan bijna niet anders. Maar hij moet het daarna nog één volledige ronde vol weten te houden. En zo komen we dan weer in de rechte lijn en is het inderdaad Davy Boko die dicteert. Hij heeft een lengte voor op de tweede plaats Avenue Transair. Achter deze paarden in derde stelling aan de binnenkant Zazu Enselens. Maar die komt zo dadelijk onder druk van een opkomende Cindy Wieninga. En achter Cindy Wieninga hebben we dan ook in het tweede spoor Dreamwell aan de binnenzijde Paycheck. En op de laatste plaats, en die lijkt zich op te gaan maken voor een geweldige aanval, paard nummer 1 Joyful Angel. Start er zwaar in natuurlijk vandaag, maar was vorig jaar rond deze tijd een klasse apart ook hier op de baan van Alkmaar. En die probeert vanuit het achterveld samen met Dreamwell naar voren te komen. Maar Davy Boko had bij het indraaien van de laatste ronde de zaken stevig onder controle. En we gaan zo dadelijk zien of dat in de laatste bocht nog steeds het geval is. Davy Boko aan de leiding, maar het veld zat er redelijk kort op. En aanvallen werden er geplaatst door Dreamwell en Joyful Angel. We gaan eens kijken hoe het is, de stand van zaken. Het is aan de kop van het veld nog altijd Davy Boko. En Davy Boko heeft een gezonde voorsprong opgebouwd. Aan de buitenzijde komt Dreamwell naar de tweede plaats. Dat is een kopie van de laatste keer. Davy Boko echter, die gaat hier als een groot vorst naar de overwinning. Davy Boko, Dreamwell, Cindy Willing gaat. Is de 8 die het wint voor de 6. Dan de 5, de 1 die loopt geweldig. En daarachter de 2.